Ja, het is vandaag inderdaad een spannende dag op de bouwplaats. We zijn begonnen met het storten van de beton op de stalen dakvloer. Dus de wapening is vorige week gelegd en vandaag gaat er 230 kuub beton op. En als je dat gaat doorrekenen naar kilo's, kom je uit op 560.000 kilo. Meer dan 500.000 kilo. Dus dat is een hele gigantische hoeveelheid. Daardoor hebben we ook extra stempels moeten zetten onder het dak zelf. Onder staalconstructie om dat op te vangen. Laat de beton 10 dagen drogen. En daarna gaan we de stempels met een centimeter per stuk omlaag draaien. Zodat het vermoeden is na 5, 6 centimeter dat hij mee omlaag komt. En dan stopt hij en dan is hij stabiel. We hebben bewust gekozen voor een betonnen dakvloer. Uit eerste punt natuurlijk de constructie, om het gebouw goed stabiel te krijgen. En het tweede punt is eigenlijk, en wat ik zelf het belangrijkste punt is de akoestiek. Dat we massa hebben erin gebracht in het gebouw, om later aan een goede akoestische normen te voldoen. Zodat we het gebouw ook multifunctioneel kunnen gaan gebruiken. Voor de akoestiek is gekozen voornamelijk voor het geluid van binnen naar buiten toe. Als we feesten, partijen, vergaderen willen. Zodat de omgeving, de buurt, minimaal last van ons heeft.